De loting voor de eerste speeldag van de Apeldoorn Cup is bekend. De voorzitter van de Apeldoornse Voetbalfederatie, Bernard de Vries, genoot van een welverdiende vakantie. Dus bij de loting voor de Apeldoorn Cup 2022 in de kantine van WSV was het Wim Tamboer, de secretaris, die de honneurs waarnam. De hoeveelste editie Apeldoorn Cup hebben we het over? Het is de zesde editie dit jaar. We hebben het 5 keer georganiseerd bij CSV Apeldoorn. En de verenigingen, we hebben altijd gezegd, na 5 jaar is er een evaluatie. En gaan we kijken waar we het dan gaan plaatsvinden. En de verenigingen hebben besloten om het de komende 5 jaar aan WSV te gunnen. Dus gastheer WSV is de komende 5 jaar degene die de Apeldoorn Cup gaat organiseren. 16 clubs, waarvan 1 niet uit Apeldoorn. Dat zijn ze net niet allemaal. Hoe jammer is dat? Ja, ik vind het heel jammer. Want ik hoop natuurlijk altijd nog een keer voor elkaar te krijgen dat alle Apeldoornse clubs deelnemen. Alleen, ja, besturen van de verenigingen die meedoen hebben moverende redenen waarom ze niet deelnemen. Maar ik vind het jammer. De loting voor de eerste 8 wedstrijden te spelen op 20 augustus werd verricht door Pim Mulder, bijgestaan door Rick van Asselt. Beide van 1-1 Teamsports. 15 clubs is een mooi aantal natuurlijk. En Eerbeekse Boys was de 16e. Klopt, Eerbeekse Boys hebben we 2 weken geleden gebeld. Die waren vroeger ook lid van de federatie. Waarschijnlijk komen ze ook weer tot de federatie toe. Ze zijn bereid gevonden om als 16e deel te nemen. Zodat we natuurlijk een even aantal hebben. En dat betekent dat we dan ook echt wedstrijden kunnen organiseren. Maakt niet uit dat ik graag zou willen dat Apeldoornse Boys, WWNA en Prins Bernhard er natuurlijk volgend jaar wel bij zijn. Klarenbeek is op de eerste speeldag verhinderd. En die wedstrijd zal worden ingevuld met een elftal van WSV onder 23, onder 19. Wat is dit jaar het goede doel? Het goede doel is dat kansarme kinderen, waarvan de ouders niet meer compleet zijn, dus dat ze op moeten groeien met vader of moeder, die ze dus moeilijk hebben qua financiën om aan het sporten te komen, dat we daar het goede doel voor besteden, dat die kinderen ondersteund worden om ook in Apeldoorn te kunnen sporten. Oké, tot slot, want dat hebben we nog niet genoemd. Wanneer gaat het gebeuren? Het toernooi begint op zaterdag 20 augustus. Dan gaan we naar dinsdag 23, donderdag 25 en de finale dag is op zaterdag 27 augustus. Samengevat, de wedstrijden op dag 1, sportvereniging Ordebos tegen TKA, Teuge tegen Eerbeekse Boys, ZVV 56 tegen Lunamark, Beekbergen tegen Klarenbeek, Groenwit 62 tegen Victoria Boys, WSV tegen Robur et Velocitas, AGOVV tegen Albatros en Columbia tot slot tegen CSV Apeldoorn.